Dag 4 van het trainingskamp in Epe. Hoe is het tot nu toe? Ja, ik vind het eigenlijk erg leuk. Het is wel zwaar. We hebben nu volgens mij 5 keer getraind in 3 dagen. En een wedstrijd erbij. Maar ja, ik vind het eigenlijk erg leuk. Ja, ik denk het is een mooie ervaring voor mezelf. En, ja, ik denk dat we het goed doen hier. Dat ik goed kan werken aan mijn ontwikkeling. Dus het bevalt wel. Ja, het bevalt wel. Hoe zit het met de sfeer? Ja, de sfeer zit er goed in, denk ik. Is wel te zien. Ja. Maar voor jou misschien helemaal bijzonder, want je was gisteren jarig. Ja. Lekker ontspannen verjaardag gehad. Alleen jammer dat we niet met de winsten vandoor gingen. Ja, heb je het nog een beetje kunnen vieren? Heb je nog leuke reacties gehad van de jongens? Ja, zeker. Bijna iedereen is volgens mij naar me toegekomen. En ja, op mijn telefoon was het ook druk. Dus. Met welk gevoel ging je naar dit trainingskamp toe? Ja, is wel, je wil jezelf natuurlijk wel bewijzen. Maar soms kan je ook wat rustiger aandoen in je spel. Niet elke bal moet naar jou, terwijl je dat soms wel wil, want je wil je bewijzen natuurlijk, maar die jongens die helpen me ook daar veel in. Ja, is er dan ook een jongen in specifiek waar je aan optrekt bijvoorbeeld? Ik denk wel wat meerdere jongens, vooral die jongens die er al wat langer spelen. En die zeggen me ook gewoon, als ik bijvoorbeeld een bal verkeerd inspeel, dat ik er niet te lang in moet blijven zitten. Maar vooral gewoon gelijk doorgaan met die nieuwe bal en iedereen maakt fouten. Dus, hoe is de sfeer op trainingskamp? Ja, de sfeer is denk ik erg ontspannen. We hebben natuurlijk Milos. Ja, vertel eens. Ja, ja, dat is natuurlijk wel een mooie man. Maar ik denk dat de sfeer bij iedereen wel goed is. Er zijn natuurlijk wel onderling grapjes en zo, maar... Ik denk dat de sfeer erg goed is. Ja, is er nog ruimte en tijd om het spelletje met elkaar te doen? Ja, ik doe veel pesten met Fedde en Sico, andere jeugdspelers. En, volgens mij doen Bo en Jordi die doen heel veel zo'n spelletje, maar ik weet niet hoe Back die heet. Cameron. Ja, volgens ja. mij. Ja. Wie wint er bij jullie dan altijd? Ja, daar wil ik het graag niet over hebben. Je hebt natuurlijk tegen PAOK, je noemde het net al even, we wisten helaas niet te wonnen, maar je hebt natuurlijk ook tegen PAOK gespeeld. Ja. Hoe was het om te spelen? Hoe vond je de wedstrijd? Ja, ik denk dat het wel. De eerste helft was zeker lastig. We waren veel achter de bal eigenlijk aan het aanrennen. Alleen, ik denk dat we nog wel een paar mogelijkheden kregen om te scoren. Alleen die verzilverden we niet. Ja, dat was nog een hele goede bal van jou, hè, Dani? Ja, zeker. Jammer dat hij hem er niet in schoot. Ja. En als je nou kijkt naar het niveau, hè, want je speelde gisteren tegen PAOK. Yeah. Nou ja, dat is natuurlijk gewoon een hartstikke topclub in Griekenland. Dit jaar nog de beker gespeeld, tweede geworden in de competitie. Hoe is dat dan voor je fysiek en is dat dan lastiger dan bijvoorbeeld het afgelopen jaar? Ja, het is zeker allemaal fysiek wel. Moet ik een tandje erbij zetten. Maar tot nu toe heb je nog niet heel erg veel verschil gezien. Alleen in intensiteit en handelen moet gewoon sneller. Voor de rest valt het allemaal nog wel mee. Er zijn natuurlijk een aantal spelers, waaronder jij natuurlijk, hè, jonge spelers die de kans hebben gekregen om zich natuurlijk bij dit trainingskamp te laten zien. Je weet daarom natuurlijk ook nog niet wat de toekomst precies inhoudt, maar wat hoop je, wat denk je? Ja, ik hoop natuurlijk dat ik hier langer kan blijven. En ik hoop dat ik een goede indruk heb achtergelaten. Ik denk dat ik nog wel ook veel in jong ga spelen, wat echt goed is voor mijn ontwikkeling. Want je hebt natuurlijk... 7 of 8 teams die heel graag naar de Eredivisie willen promoveren. Dus ik denk dat ik daar vooral hele wedstrijden moet laten zien. Niet verslappen en dat ik dan hoop ik hier kan aansluiten. Ja, tuurlijk, het is voor mij sowieso een stukje ervaring. Maar ik ben hier ook gewoon om mezelf te laten zien. En om uiteindelijk proberen hier aan te sluiten. En ik denk dat ik daar vooral ook op moet focussen. Ja, want je weet natuurlijk nog niet wat de toekomst inhoudt. Hè? Ja, zeker. Er zijn een paar jongens die dan aansluiten deze week. De toekomst is nog onzeker, maar wat hoop je? Wat denk je? Ja, wat ik denk, ja. Ik hoop gewoon in ieder geval om hier aan te sluiten. En dat ik mijn stempel heb gedrukt. Alleen ik kan natuurlijk niet weten wat er in iedereen's hoofd omgaat.